De plastic container in Tiel verdwijnt. De inzameling leidt regelmatig tot overlast doordat onder andere vuil in de containers gedumpt wordt en deze ook in brand worden gestoken. Tiel wil uiteindelijk naar een ander inzamelsysteem toe. En wij zien ook problemen in de bovengrondse plastic containers. Die worden regelmatig in de brand gestoken. Er wordt van alles ingegooid wat er niet in thuis hoort en er staat ook heel veel naast. Nou, dat is menig inwoner al een doorn in het oog. Dat is menig raadslid een doorn in het oog. En de wethouder ook. En daarvan heeft de raad vanavond ook gezegd van nou, die containers halen we weg. En we beperken ons tot, net als de rest van de regio, om gewoon dat huis aan huis op te halen. Het plastic blijft voorlopig wel één keer in de twee weken bij u opgehaald worden.